Niet de militaire machtsovername heeft de regering buitenspel gezet. Omdat door de dood van Salmijn, parlementariër, er een situatie in het parlement was ontstaan waarbij de oppositie weigerde quorum te verlenen om Korendijk toe te laten, om een ander lid toe te laten. En de perikelen daaromheen hebben geleid dat toen het parlement op non-actief is gesteld en de verkiezing is bepaald maart 80. En wat zien we? Door de coup is de ordening in zijn geschiedenis doorkruist. Een van de vrienden van mij die deze staatsrechtelijke ontwikkelingen beschrijft, die zegt stevast dat het directe belang van de coup niks anders was dan om ervoor te zorgen dat de drie militairen Neede, Abrams en Sital aangehouden. En op de dag van de coup, een week daarvoor, is die zaak behandeld. En een week daarna zou het vonnis volgen. En die vriend van mij die zegt, Stefas enige belang was om te voorkomen dat de mensen in de gevangenis gaan. Dus een heel en belang. Nee, een belang, maar dat speelt nu ook alweer. Ja. Een belang om te voorkomen dat een vonnis wordt uitgevoerd. Wordt dan geromantiseerd dat de directe aanleiding was dat premier Henk Aron de militaire voor padvinders had uitgemaakt? Ik denk als men het rapport van Abendanon serieus Precies. had genomen en beoordeeld, dat we andere ontwikkelingen hadden gehad. Er zou verkiezing komen, dus je begrijpt, regering Aron was niet bereid om die dingen aan de orde te stellen. Want er ging veel mis in het leger.